Toen ze deze bunker openmaakten, schrok zelfs de politie even. 120.000 kilo vuurwerk bij elkaar. Dat is bijna net zoveel als er vorig jaar in totaal werd gevonden. In ieder geval veelal zeer zwaar vuurwerk. Cobra's, bollen die tot ontploffingen komen. Dat is allemaal illegaal vuurwerk, verboden dus. Ze vonden het net over de grens in Duitsland. Nou ja, wat wij in ons rechercheonderzoek zien, dat vanuit die bunker criminele handelaren vuurwerk opkomen halen, dat naar Nederland brengen in gehuurde busjes, personenauto's, op zich al levensgevaarlijk. En dat dan vervolgens weer verder verkopen. En dat is niet de bedoeling. Sinds vorig jaar zijn vuurpijlen en knalvuurwerk hier verboden. Siervuurwerk, dat bijvoorbeeld uit een pot komt, mag wel afgestoken worden. Om het te mogen kopen moet je 16 jaar of ouder zijn. En dan is er nog FOP, oftewel kindervuurwerk, zoals knalerwten, sterretjes en grondbloemen. Dat mag dus door kinderen worden gekocht en afgestoken. Maar of je veel vuurwerk gaat zien aan het einde van het jaar, dat ligt aan waar je woont. Een aantal gemeentes heeft een vuurwerkverbod aangekondigd. De politie denkt dat het meeste van het gevonden vuurwerk ook helemaal niet voor een oud en nieuw feestje bedoeld is. Dit is hartstikke gevaarlijk vuurwerk. Dit is echt het zwaarste vuurwerk dat we hebben. Dit heeft niks meer met sterretjes of met mooie fonteintjes te maken. Dit zijn gewoon explosieven die we hier hebben aangetroffen in deze bunker. We zien dat ook in het afgelopen jaar het tal van ram- en plofkraken, met name de plofkraken natuurlijk, dat daarvoor dat zware knalvuurwerk wordt gebruikt. We zien het bij voetbalwedstrijden, maar ook in de aanslagensfeer, burgemeesters, ook collega's van mij. Al het vuurwerk is naar een veilige plek gebracht. Agenten zijn zeker een maand bezig met uitzoeken welke soorten er allemaal bij zitten. Wij vonden het zeker met oud en nieuw in aanloop ontzettend belangrijk om nu eerst dit vuurwerk in beslag te nemen. Maar die criminelen, daar gaan we zeker nog achteraan. Als ze die vinden, dan zal de rechter bepalen welke straf ze krijgen. En het vuurwerk, dat wordt vernietigd.